toen ineens, pap, politiewagen aan het einde van de straat. En die stopte. En die keken naar mij en met degene met wie ik was. Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over je omgeving en drugs. Nou, ik denk altijd wel dat mijn ouders wisten dat ik wel eens een jointje rookte, maar daar praten we niet echt over thuis. Mijn moeder, die wist alles wel. Ik denk dat ik het niet gelijk heb gezegd. Ik kwam ook wel eens gewoon kotsend thuis, weet je wel. Dat mijn moeder de deur opende en ook gelijk naar de wc toe rende. Ja, niet zo van, mam, ik ga dat vanavond doen. En mijn vader, die weet het niet. Tenminste, ik heb nog nooit met hem een gesprek gehad over drugs. Maar ik denk wel dat ik de eerste keer dat ik ze daarna zag, gelijk heb gezegd dat ik toen ecstasy had gebruikt. Mijn vader wist van niks en ik belde hem op een dag op. En ik zei, hey pap, ik heb wellicht een nieuwe baan. Ik ga voor BNN iets doen. Oh, leuk, leuk. Hij zei, wat ga je doen dan? Ik zeg, nou, ik ga drugs uitproberen en dan op camera laten zien wat het met je doet. Nou, dat vond hij heel lastig. Mijn ouders hebben wel altijd gezegd dat ze jaloers zijn op wat ik bij Spuit en Slikken allemaal doe, omdat ik daar zoveel mag proberen in een veilige omgeving. Praten over drugsgebruik en vertellen aan zeker ouders, maar anderen dat je drugs gaat gebruiken, is nog wel eens lastig en heerst ook wel wat taboe op. Je zou zeggen dat het eigenlijk altijd wel een goed idee is om het wel te bespreken, omdat andere mensen dan ook daarvan af weten of als het misschien niet goed gaat, je ook bij die mensen terecht kan om ook daar weer hulp bij te krijgen. Maar dat hangt natuurlijk wel heel erg af van de situatie en wie je daarvoor kiest. Mijn ouders staan best wel positief tegenover drugs. Mijn moeder die zei toen ik haar hetzelfde verhaal vertelde als tegen mijn vader, die zei, nou, ik vind het prima als je dat gaat doen, maar doe het dan wel echt om de boodschap van Drugslab naar buiten te brengen. Ja, het is super populair geworden, mensen hebben er wat aan, we hebben wat bijgedragen aan de maatschappij. Daar zijn ze super trots op. Tuurlijk vinden zij het heel spannend, maar ze staan er wel heel erg open voor. Ze zien het niet alleen als iets wat je leven verwoest. Ja, ik denk dat mijn ouders gewoon heel erg op mij vertrouwen daarin. Zo van, jij weet wat drugs is, wat het met je doet. Dus wij vertrouwen er dan ook gewoon op dat als je het doet, dat je het wel gewoon op een goede manier doet. Het is ook niet zo dat als ik het met ze over drugs heb, dat ze gelijk gaan stijgeren en het allemaal bagatelliseren en eng vinden. Ja, weet je, ze zijn er zelf ook niet vies van. Ze hebben ook een keer Space Cake geprobeerd, maar dat is eigenlijk wel het enige. Als iemand benadert die drugs op heeft, let er dan op dat iemand soms anders kan reageren dan je van hem gewend bent. Iemand die alert is kan misschien wat opgefokter of sneller reageren. Of iemand die verdovend middel op trager. Of iemand met tripmiddel op wat angstiger. Hou er van rekening mee dat niet iedereen op hetzelfde level zit als jij nuchter bent. Ook al zou ik een snuiven met 500 mensen om me heen, niemand zou doorhebben dat ik het doe. Ik ben eigenlijk nooit betrapt met drugs, omdat ik er nooit echt een geheim van maak dat ik het gebruik. Ik heb wel een keer op een feestje gehad dat ik dan de drugs bij me had. En dat dan wel een keer afgepakt is. Maar ja, dat was dan ook altijd zo weinig dat ze daar niet heel erg boeiend over deden. Ja, ik kan me ook niet echt herinneren dat ik stiekem drugs heb gebruikt. Nee, ik ben nooit betrapt, maar ik kan heel goed dingen stiekem doen. Nog steeds, niet alleen met drugs, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Ik heb wel een keer cocaïne gesnoven en toen had ik nog de ponypack in mijn zak. En toen was ik gewoon door een stad aan het lopen en toen ineens, pap, politiewagen aan het einde van de straat. En die stopte en die keken naar mij en met degene met wie ik was. Dus ik dacht, hoe kan dit? En waarom wij? Dus daar schrok ik wel van, maar ze waren waarschijnlijk naar iemand anders op zoek. Want op een gegeven moment gingen ze gewoon weer weg. Maar dat was even spannend. Maar ja, dus eigenlijk niet gesnapt. Niks aan de hand. Stel nou dat je op de dansvloer staat en je geeft een paar pillen aan een vriend of vriendin van je. Dan is dat in principe strafbaar, want het verstrekken en afleveren van verboden middelen op de lijst van de opiumwet is strafbaar. Als iemand in jouw omgeving bijvoorbeeld erg verslaafd is, ben je niet verplicht om dat te melden. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld ziet dat iemand op straat drugs verkoopt. Je bent namelijk nooit verplicht om ergens aangifte van te doen, maar je kan dat wel doen. Dan moet je gewoon naar de politie gaan. Je kan ook anonieme misdaad melden via meldmisdaad anoniem. Nou, er lag dus heel lang een Space Cake bij ons in de vriezer. Maar daar wist ik niet van dat die daar lag.
Maar dat vind ik wel jammer, want het had me wel echt heel grappig geleken. Nee, mijn ouders gebruiken geen drugs. Met mijn moeder had ik wel dat ik toen zelf nog niet blowde. Maar ik was wel op de leeftijd dat ik wist wat het was. En toen vond ik een bonnetje van de koffieshop in haar tas, terwijl ik op zoek was naar iets anders. En toen zat ik wel zo, mam, wat is dit? En toen zei ze ook nog van, oh, ja, heb ik iets gekocht, heb ik koffie gehaald of zo? En toen zat ik haar al zo aan te kijken van, nee, dit klopt niet, dit is gewoon echt een koffieshop. En toen later kwam ze zo terug van, oké, ja, ik stop soms een heel klein beetje hash bij mijn sigaret in het weekend. Maar nee, voor de rest hebben zij volgens mij nog nooit iets gedaan. Niet dat ik weet. Nee, mijn vader die zou ook nooit drugs doen. Dat gaat hij nooit doen en mijn moeder ook niet echt. Terwijl mijn vader ook een keer heeft gezegd voor zijn dood, dus dan misschien een keer als hij 80 is, wil hij een keer een joint met me roken. Ik zeg, ja, is goed, gaan we een keer doen. Het herkennen van drugsgebruik bij iemand is vrij lastig. Er zijn wel wat nuances en dergelijke. Bij stimulerende middelen zie je vaak dat iemand grote pupillen heeft, gespannen is, snel kan praten, snel reageren, gewoon heel erg alert is. Bij verdovende middelen zie je dat iemand allemaal wat slomer, wat trager is, misschien ook zelfs onderkoeld. Het lichaam gaat allemaal heel erg langzaam. Bij trimmelen zie je vaak dat iemand een verstoorde werkelijkheidsbeleving heeft. Reageert niet helemaal zoals je normaal zou verwachten, of kan zelfs angstig zijn, of misschien heel erg extreem in lachen of andere uitingen. Stel nou dat je in een huis woont met meerdere mensen en een van die personen die legt bijvoorbeeld een zak pillen in de woonkamer neer. Die pillen zijn dan niet van jou, maar kijk uit, want je kan er wel strafrechtelijk aansprakelijk voor worden gesteld. Als die pillen gewoon in het zicht liggen, je wist ervan en je kan er op elk moment bij komen om een pil te pakken, dan wordt dat over het algemeen gezien als strafbaar.